Wij hebben alle vijf geprobeerd één viral TikTok te maken. En degene die de minste views haalt, die is zware shaker in een aankomende bankzittersvideo. En dit is dus waar iedereen ging. Ik heb een geniaal idee voor mijn TikTok. We hebben een optreden vandaag met de bankzitters. En het is tijd om Milo op het podium voor lul te zetten. Wel met een grappige manier, totaal verzonnen, geen kern van waarheid in. Maar ik moet iemand hebben die mij kan filmen dan. Dus ik moet het één van de andere bankzitters vragen. Niet opnemen, niet opnemen. Oké, ik heb dus even nagedacht en ik vind het wederom... best lastig. Ik heb dus wel eens dat er van die edits van mij viral gaan op TikTok. Wil ik toch even gezegd hebben, kleine flex. Maar je gaat natuurlijk geen edit maken voor deze video van Pieter Post die Tabonjemek zegt. Tabonjemek. En toen dacht ik wil eigenlijk iets met muziek doen of zo. Je hebt laatst, had je die Guus Meeuwis in het Engels die viral ging. En toen dacht ik moet eigenlijk ook een liedje van het Nederlands naar het Engels vertalen of zo. Alleen dan net iets te kut uitgesproken, maar wel goed ingezongen. Dus met autotune, gewoon een studio versie. En ik dacht zelf aan de reunie van Snelle. En dan krijg je dus... But I'm not from stone, maybe East Indian death. And sometimes you ghost through my head. Ja, dit was 6 seconden, maar zoals je al merkt, is wel een klein beetje cringe. Dus dat idee heb ik maar afgeschoten. En toen ging ik dus gewoon een beetje wat zoeken voor wat inspiratie. En toen kwam ik deze video tegen. Je voelt je lekkerder in een Peugeot. Dat zie je toch niet. Nou, ik zit hier ook best lekker in deze G-klas hoor. Ik denk dat je hier best wel wat mee kan. Door ook zelf dan erachteraan te plakken. Dat je echt op een werkelijk waar mongolische manier een slogan van het bedrijf gaat interpreteren. En ik had wel een paar leuke gevonden. Bijvoorbeeld Bob, daar kun je mee thuiskomen. Nou, ik kom ook graag thuis met nou, vul maar in. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Dat is niet echt super bekend meer in, ik denk, de jongere generatie. Ik had bedacht dat ik dan met een paardenmasker uiteindelijk de clue was. Dat ik mijn camera omswitch en dat ik dan zo'n paardenmaskertje op. Ja, ja. Leuk. Geen punten bij karwei. Dat wilde ik voor de karwei staan. Lagen er allemaal taartpunten. Maar ik zat hier dus nog mee in mijn hoofd en ik kwam er niet echt uit en ik reed naar huis en toen zag ik letterlijk dit op het aanrecht staan. Want mijn pa die drinkt koffie met suiker. Ja, je hoort me toch wel? Of praat ik autogruis met je? En toen dacht ik, het is eigenlijk nog leuker als het nog randomer is dan letterlijk een slogan van het bedrijf. Maar gewoon iets wat ergens staat. Ik hoop dat ik niet laatste word. Die anderen waren weer zo zelfverzekerd van een goede idee dat ik echt moet vrezen dat ik hem niet verlies. Maar ja, hij moet vandaag online, dus ik heb niet zoveel keuze dan deze op te nemen. Daar zit hij al, ja, ja, ja. Ik heb een idee met jou. Ik heb het jou kort verteld. Ik ga jou vastbinden in die stoel. En tape om je mond. En dan moet je zo... Ja, hij vindt dat lekker, die bondage. Leuk. Ik heb hier touw, dat is nice. En ik heb, wat heb ik nog meer in mijn tasje? Voor dat smerige mondje van jou. Ja, maar jij praat sowieso wel te veel op te veel werkvloer, vind ik. Dus ik ga jou nu even vastbinden. En je moet wel je shirt uit. Nee, geintje. Ik ga je vastbinden. Blijf vooral even zitten, ik ben zo terug. Leuk. Ga maar. Hey, zoom naar huis jongens, het is mooi geweest. Nou, dat was lekker en nu gaan ze balletjes eraf. Leef je nog? Ja, wat verdomme, je zit helemaal niet goed vast. Oeh. Verkrachting. Kijk, nu zitten zijn benen dus vast. Je zit wel echt vast, hè? Ja, echt vast, uit. Ja, daar kom je niet uit. Maar het ding is dus een beetje vervelend dat dus dat touw is dezelfde kleur als jouw trui. Dus ik pak even tape erbij. Bruh. Oh, werk uit de bank, dat vind je ervan. Ik weet niet hoe ik dit aan mijn kinderen moet. Ik ben vastgebonden door mijn baas. En nu zeg ik, ja, baas, slaaf ben ik niet. En nu ben ik een echte edit slaaf gedaan. Leuk. Hey Anton, nu is dat moment dat het mondje even... De TikTok is nu als volgt. Ik sta buiten en ik zeg, luister, ik wil 100.000 likes. Of Anton, de editor van de bankzitters, komt nooit meer vrij. En dan zou ik, wil je nog wat zeggen? En dan trek ik de tape in mond en zeg je, alsjeblieft, like deze TikTok. A few moments later. Daar zit hij dan. Hey, Anton, ik ga je losmaken. Ja? Ja, ik ga je losmaken. Oh, toch wel. Ik hoop dus heel erg dat hij niet door TikTok verwijderd gaat worden. Dat is de enige waar ik een beetje angst voor heb. Echt? Ja, dat TikTok gaat zeggen van, dit is ontvoering, dit mag niet, dit kan niet. Ach. Nou, dankjewel voor het meedoen en ik denk dat ik keihard ga. Goedemorgen mensen, ik ga vandaag mijn TikTok opnemen. En ik zat te denken, een TikTokje opnemen met mijzelf, dat gaat sowieso wel viraal. Maar je kan ook het nog viraler maken en er iemand bijhalen. Dus ik ga vandaag naar een hele bijzondere gast toe. Daarmee ga ik samen mijn TikTok opnemen, jullie zien het in de volgende shot. Ik ga nu de auto starten. En jullie zien het zo. We zijn er mensen, we zijn bij de special guest van deze TikTok. Daar zit hij. Bradley. Hallo allemaal. Dit is de Brad. Dit is hem. Gaat gebeuren. Ik heb een super geniaal idee. Bradley, jij kan bizar goed piano spelen. Dank je. En vooral die blik richting mij. Ik denk dat we die skills een beetje gaan inzetten. En dat moet helemaal goed komen. We gaan hem even opnemen. En dan het resultaat zien jullie zo meteen al. Mensen, het zit erop. Ik heb dit keyboardje waar ik vroeger echt virtuoos op kon spelen. En nu, ja, je ziet het. Hij is al een tijdje niet meer gebruikt. Je hebt ook meegenomen en we hebben er een TikTokje opgeknald. Bert, hoe voel je het gaan? Lekker man. Ik voel me wel, als ik jou dan zie spelen, dan voel ik me toch wel een beetje, denk ik, zonder dat ik heb, verwaarloosd. Goed verhaal. Kan ik bij jou misschien in les of zo? Zeker. Hoeveel vraag je daarvoor? Niks. Nee, voor jou hè? Ik denk dat hij zeer geslaagd is. Ik ben benieuwd hoe de anderen het gedaan hebben. Ik ga het resultaat nog niet laten zien. Dat zien jullie aan het eind van deze video. Daar gaan we naartoe. Tot zo.
De vorige keer dat we deze wedstrijd deden, had ik toch een hele duidelijke tactiek. En dat was gewoon mensen gebruiken die relevanter zijn dan jijzelf. Toen gebruikte ik natuurlijk Jade Anna. En zij bracht mij naar de overwinning. En ik ga dat idee gewoon herhalen. Ik dacht, hoe leuk is het als echte artiesten een cover maken van Je Blik Richting Maak? Dat is toch geweldig? Dat wil je toch zien? Je wilt toch Suzanne en Freek en Maan en Fleming en Snelle? Die wil je Je Blik Richting Mij zien zingen. Nou is op dit moment de Vrienden van Amstel bezig. Ik ga Freek een berichtje sturen en dan hoop ik dat Suzanne meedoet. En ik ga Fleming even appen. Dan hoop ik dat zij een stukje Je Blik Richting Mij willen coveren. En dan ga ik daarna gewoon nog allemaal andere artiesten zeggen van, yo, Fleming en Suzanne Freek hebben het al gedaan, wil je ook meedoen? Van Gilsen. Je kan niet Van Gilsen zeggen zonder aan Koen te denken met die fucking grote ogen. Van Gilsen, de professionele versie. Van Gilsen, kristalsuiker, fijn. Nou, ik vind het ook fijn als iemand een piemel in mijn reet. Ik vind het ook fijn als iemand een vinger in mijn reet. Ik ben even naar de supermarkt gegaan en ik heb een nieuw pak gehaald. Dit is echt zo niet leuk. Kijk maar, dan zitten we met mijn suiker. Als je dit soort dingen doet, sta je alleen maar meer voor lul als je straks maar 100.000 views hebt. Je voelt je lekkerder in een Peugeot. Dat zie je toch niet. Nou, ik zit hier ook best lekker in deze G-klas hoor. Van Gilsen, kristalsuiker, fijn. Nou. Ik vind het fijn als iemand een piemel in mijn... Ja, en uiteindelijk was dit dus het eindresultaat waarmee ik opgescheept zat. Alleen buiten het feit dat ik nog niet helemaal tevreden was of zo, had ik ook een fout gemaakt door hem als concept te maken in mijn eigen TikTok-account. Ik had natuurlijk zelf geen idee dat dat een ding was, maar jullie als nieuwe generatie weten waarschijnlijk precies wat ik bedoel. En omdat ik hem toch opnieuw moest maken, dacht ik, geef hem gewoon net nog een andere invalshoek. En hoe die is geworden, dat zie je zo meteen bij de review. Oké, we zijn inmiddels een paar uur verder. Fleming reageert meteen, ha ja tuurlijk, fucking mooi, sowieso legendary dat hij mee wil doen. En ik vraag meteen van, weet je misschien meer mensen die ook mee zouden willen doen? Hij is dan nu toch bij Vrienden van Amsterdam, misschien dat hij wel gewoon zegt van, oh ja tuurlijk, ik vraag mijn matties even. Nou, wat zegt deze man? Rolf doet ook wel mee, denk ik. En met Rolf bedoelt hij Rolf Sanchez. En dit is zo goud. Voor de mensen die het niet weten, dit heeft Koen gezegd over Rolf Sanchez in 538 release reacties. Weet je ook nooit dat mijn Spotify voorbij komt? Rolf Sanchez, want die heb ik geblokt op Spotify. Sorry Rolf als je dit kijkt, maar ik word helemaal gek van die Spaanse muziek tussendoor. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar nou weet ik dus niet of Rolf Sanchez weet dat Je Blik van Koen is en dat Koen dan weer de guy is die hem kapot heeft gemaakt. Dus ik heb gevraagd, dit zou zo tering mooi zijn, laat Rolf even de verse van Koen doen en daarop reageert Fleming. Oh, dus geen idee of hij weet dat Koen hem kapot heeft gemaakt. Dat zou echt wel persoonlijk nog een extra hoogtepunt zijn op het moment dat Rolf Sanchez het stukje van Koen gaat zingen. Fleming gaat sowieso sturen, daar heb ik alle vertrouwen in. Ik wacht nog even op de reactie van Suzanne Freek. Hopelijk doet Rolf Sanchez ook nog mee en dan zien we wel weer verder. Later. Ik heb er even 2 dagjes, 3 dagjes op moeten wachten. Dit was wel mooi, altijd als mensen wel eens aan ons vragen van hey, kun je een filmpje opnemen voor wat dan ook. Dan moeten mensen dat zeg maar 100 keer vragen, omdat je het elke keer vergeet. Ja, nu stond ik een keer aan de andere kant van het verhaal. Dus ik heb Fleming flink achter zijn broek aangezeten. Maar de legend heeft zojuist gewoon een filmpje gestuurd. Ik heb het nog niet gecheckt, ik ben heel benieuwd. Hoi! Ik ben hard hier aan het werken voor een iets beter lijf. Hij is gewoon ik weet niet waarom ik dit zo mooi vind. Blijf maar staren naar je huppepillenbeen. Hij kent hem ook gewoon helemaal. Ik had ook denk ik even gezegd van, ah kun je even gewoon een refreintje doen. Hij zingt er gewoon helemaal mee joh. Hey fucking legend, ik weet niet waarom ik dit zo mooi vind. Maar ik vind het zo geweldig dat echt een artiest, echt een goede artiest, gewoon ons nummer zingt. Suzanne Freek hebben al laten weten het vanavond te sturen. Dat is ook wel mooi, ze wilde het eigenlijk gisteren al sturen. Maar was niet gelukt door de Vrienden van Amstel, zei hij. Toen kreeg ik de legendarische quote, we zijn nu even niet bij elkaar, maar vanavond gaat het lukken. Ik reageerde erop van jullie niet bij elkaar, dat ga ik doorsturen naar de privé. Maar dit is dus echt breaking news. Suzanne en Freek zijn dus ook wel eens los van elkaar. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij hem ook vanavond gaan sturen. En dan, dan heb ik morgen als het goed is alles. Eerst had ik nog het idee om allemaal andere artiesten te vragen, maar ik denk dat dit al legendary genoeg is. En dan bouw ik al iets in elkaar. Fucking mooi, ik vind het echt super leuk. Hey, shout-out naar Fleming, man. En ook naar Suzanne en Freek, want het gaat vast goed komen. Let's go. Ik voel me echt een typisch boomer. Ik ben dus nu aan het instellen met die teksten en zo. Ik ben nu die tekstjes aan het instellen. Ik wist helemaal niet dat het zoveel werk was. Ik denk zo'n TikTokje, dat vlamt je even in elkaar. Ik heb er geen fuck van. Het is echt fucking veel werk. One eternity later. Hij is klaar mensen. Eindelijk. Ik heb de hashtags toegevoegd. Super trendy viewpakkende hashtags. Bijvoorbeeld hashtag bankzitters. Hashtag the bridge. Hashtag piano. Als je hier niet viraal mee gaat, weet ik het ook niet meer. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben oprecht best wel tevreden. Ik vind het leuk TikTok geworden. Veel leuker dan de vorige keer. Dit is echt beter. Ik heb echt wel vertrouwen in. Ik denk wel dat ik zeker in de top 3 staan. Let's go! Woehoehoe. Dit was zo mooi. Ik was gisteravond bij Roel. Ik was bij hem eten samen met onze vriendinnen. En ik wist van, het kan zijn dat ik nu video ga krijgen van Suzanne en Freek. Maar ik was nog steeds gewoon bang of zo. Het duurde natuurlijk elke keer meerdere dagen. En ik weet ook wel, als mensen soms filmpje mij vragen, vergeet ik dat elke keer. En dat is ook...
Stoer. Smiddags kreeg ik Fleming al, dus ik was zwaar hype. Dat hebben jullie gezien. En toen zat ik nog gisteravond bij Roel. En toen kreeg ik een video binnen van Suzanne en Freek. Toen dacht ik, yes. Ik vind het zo geweldig. Ik weet niet waarom, maar ik vind het zo mooi dat zij hebben geholpen allemaal. Je moet zo, voor het factureren begint, even de muziek uitzetten. Niet het feitje vertellen. Maar dan ga ik TikTok opnemen voor Bankzit's video. En dan ga ik zo doen, mensen, even stil. Oh, ik heb gedaan. Milo's zusje is zwanger. Milo wordt vader. Ja, dat is goed. Maar dan moet jij even je telefoon pakken ook en dat filmen van achter. Ja, dat is goed. Zo! Yeah. Nou, voordat we elkaar die TikToks gaan laten zien, ben ik fucking benieuwd. We hebben ze nog niet gepost deze keer, dus anders dan de vorige keer. De Sjaak in de volgende Bankzitters video. Ja, wat betekent dat? We gaan een video opnemen, 25 euro versus 2500 euro. Ja, ja, lekker. Dag. Dat mooi, je kan chillen. 2125 euro te besteden voor een dag, dat is inclusief reiskosten. Weet je, zoals Milo zijn normale dag. Inclusief reiskosten? Ja, als je de minste views had, zit je sowieso in het 25 euro team. Als je de meeste views had, zit je sowieso in het 2500 euro team. Oké. Okay. Dus zeg maar, de winnaar krijg je nu ook iets. Ja, want ik wil wel meteen... Zal ik ja, eens ja, ja, ga je wel weer eens hier. We hebben het even gecheckt, toch de TikTok koning van de Bankzitters. Hebben jullie die vorige keer nog niet gezien dat we deze challenge deden? Toevallig had ik toen gewonnen, 1,5 miljoen views. Zijn zij allemaal niet bij in de buurt gekomen? Stoer! Wat ik toen natuurlijk had gedaan, hè, dat weten jullie. Wat zit hier nou met de haren? Nee, niks. Niks. De TikTok koning spreekt, dan ben je gewoon netjes stil. Nou, ik kan natuurlijk zelf niks, dat weet ik ook wel. Dus toen had ik Jaren gevraagd, nou die heeft mij toen geholpen. Dus ik dacht nu, ik heb weer mensen nodig die gaan zorgen dat ik een viral TikTok te pakken krijg. Je hebt sowieso Mickey gevraagd, of niet? Oh, was wel een goede optie, ze hebben niet gedaan. Ik denk Suzanne Freek. Ik vroeg mijn twee favoriete artiesten van dit moment om hun favoriete nummer te coveren. En toen stuurden ze me dit. 3, 1, 2, and let's go! Zo! Dat zie ik niet wel kan. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Ja! Nee! Rick, die heeft een kwartje op. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Pleeg, dat was net paracetamolletjes. Kan niet concentreren met totale focus bij. En Fleming, wat is dan je favoriete verse? Ik ben hard hier aan het werken voor een iets beter lijf. Ja, ja, jongens. Ja. Maar als ik jou in deze gym zie, raak ik mijn focus kwijt. Ik blijf maar staren naar je huppe billenbeen. Denk aan een huisje, boompje en een dochter met jouw genen. Mag ik dikke SO doen naar Suzanne Freek en Fleming? Ja, ja, sowieso. Vrienden van de show. Maar, van, ja, wel goed hoor, wel goed. Ik vroeg het aan Fleming en het had echt 4 dagen geduurd. Dus toen voelde ik me zeg maar, wij zitten wel aan de andere kant dat mensen iets van jou vragen. Ja, ja. En dan moet ze 4 keer herinneren, ja. Omdat je het steeds vergeet. Ja. Dus ik snap het ook heel goed. Dus ik moest hem elke keer berichten van, yo, ja, ik snap dat dit kut is, maar kun je echt even sturen? Want ik heb het nodig, man. Is dat de reden waarom we dit op vrijdag opnemen in plaats van woensdag? Omdat Fleming het... Zal ik nu gaan? Ik heb de muziek. De muziek ook omarmd. Ik weet, als ik op TikTok kijk, muziek doet het altijd goed. Ik ben natuurlijk van ons ook wel kaalst. Ja, ja, ja. Ik vind het leuk als Anton hier kaalst van maakt. Ja, dat is super leuk. Dat is super grappig. Dat gaat hij sowieso niet doen. Wat kinderachtig. Antons vader is ook kaal, hè? Echt? Ja. Gast, what the fuck? Probeer je nou mijn shine te pakken? Nee! Ja, zie ik goed. Die shout-out naar de brand, man. Oh, my God. Maar ik schaam me even wat ik heb. Ja. Hebben jullie weer gewoon niet je best gedaan? Ja. Ik zat dus vol op TikTok en toen zag ik eentje en dacht, dit kan ik namaken. Uh-huh. Maar dat moet op een plek waar veel mensen zijn. Uh-huh. En wij hadden diezelfde avond een optreden. Is dit jouw TikTok? Dit is mijn TikTok geworden. Godverdomme. Mensen, even rustig. Ik heb fantastisch nieuws. Mino Sushi is zwanger. Mino wordt vader! Je moet je beseffen, we zijn aan het optreden, dan zit je gewoon in die focus van wat is het volgende nummer, wat ga ik zeggen, dit en dat. Hij zegt ineens, Milo, kom erbij. Komt hij hiermee? Je zag de storing ook in je gezicht. Ja, maar even voor de volledigheid, is het echt zo? Dat dank even in het midden. Hey, ik ga nu. De vorige keer was mijn idee natuurlijk compleet gefaald. Ja, de slechtste TikTok op het Bankzitters-account. Nu dacht ik van, ja, ik kan iets heel uitgebreid gaan doen, maar ik dacht nee, ik moet inspelen op de kijker. Voordat hij dit gaat laten zien, abonneer je even op ons kanaal, want bij 7 ton wil deze man ook nog eens een wortel of een schaap. En volg ons op TikTok. Mensen, ik ben er helemaal klaar mee. Als deze TikTok geen 100.000 likes haalt, komt Anton nooit meer vrij. De editor van de Bankzitters komt dan nooit meer vrij. Wil je nog wat zeggen? Jongens, alsjeblieft, like deze TikTok, alsjeblieft.
Kijk, zeg je hiervoor. Ik zei nu, Alfred, heb je dan voor TikTok? Oké, ja, is goed, leuk. Kijk, je moet daar even zitten. Oké, okay, dan ga je doen dan, ja, ik ga je vastbinden. Toen zat hij echt van, wat? Je hebt het gevoel dat Anton die goodwill gaat opwekken. Ik hoop dat Anton, en zou niet de kijkers moeten wel zouden zou die mensen dan juist hem prima zo willen laten zien? Nee, dat geloof ik niet. We gingen een beetje op dezelfde route als Koen. Ik wilde een beetje nieuwswaren die er speelde, wilde ik een beetje op inspelen. En vorige week was er een TikTok, die is bijna een miljoen keer bekeken, dat, waarin stond dat ik een nieuwe auto had. Dus ja, ik dacht, mensen waren heel benieuwd welke auto ik had. Dus ik dacht, ga je wat mee doen? Je voelt je lekkerder in een Peugeot. Dat zie je toch niet. Nou, ik zit hier ook best lekker in deze G-klas hoor. Peugeot? Dat is mijn nieuwe Golf! Hij rijdt veel lekkerder dan die G-klasse. Nee. Dit slaat helemaal zijn auto. Je hebt helemaal niet je eigen TikTok. Nee. 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 Voor wie is deze auto? Zeg ik niet. Ik ga zeker laatste worden. Tot over een week. We zijn een week verder. Oei. Maar die straf die kick nu al in. Van je wil echt niet die 25 euro. Maar je wil ook niet voor lul staan dat je verloren hebt. Dat is nog pijnlijker. Ik heb dus één TikTok drie keer op mijn For You gekregen. En de rest allemaal niet. Ja, ja. En dat was drie keer die van Roel. Nee. Ze hebben er bijna een week op gestaan. We gaan nu eerst kijken naar de nummer 3. De middelste. Middenmootje. Ja. Als je nu derde bent, ben je dan blij of niet? Ja, nee, ja, man. Ik zou ervoor tekenen. Ik wil gewoon eerste worden, want anders zit ik sowieso weer in het 25 euro team. Hey, ga maar aan, nummer 3. Nummer 3. Nee. Views. 25. Oh, als dit Koen is, dan is Anton dus niet bevallen. Dan is Anton, dan zit hij nog steeds vast. Ik ben dit. Ik denk Roel, man. Ik hoop gewoon heel erg voor Anton dat ik dit niet ben. En het is... Oh, yeah. Sowieso geen winst, man. Ik weet nog niks. Middenmootje. Tevreden? Ja, semi. Koen wordt gewoon weer... Okay. Wat wil je zeggen, joh? Ja, je wordt weer laatste, hoop ik. Dat zou ik zo mooi willen. Twee. Ja, jij bent niet, hoor. Zo! Okay. Zo ver uit zicht. Jump. Anton is echt niet veilig. Ik denk dat ik dit ben, man. Want ik denk Suzanne Vreek met Fleming dat die dan op één staat. Dus ik ga van mezelf, want ik denk niet dat ik zelf op één sta. Zo erbij! Maar toch zo ver weg. Nu begin ik toch weer te twijfelen, ja. Het is sowieso mat. Ga eens door naar de nummer 1, want ik ben dan wel benieuwd naar de views. De winnaar. Met zo! Zo! Ja, dit is wel een lines. Ah nee! Dan ben ik het zo hier niet! Ja, ik ga voor mat. Nee, ik denk ook mat dan. Ja. Zo! Come on! Helemaal hard! Lekker! Dan ben ik de vierde of vijfde! 2500 euro! Ja, de kussen zit ook echt. Hoezo dan? Statistieken liggen nu. Als ik laatste ben ik echt klaar met TikTok, dan stop ik ermee. Ja, maar het is ook leuk dat jij bent zelf best een populaire jongen. En dan stop je TikTok vol met twee nobodies. Dat is toch ook een domme strategie, Rob. En deze gast hier, de koning van TikTok. Kan je iets vertellen over je tactieken misschien? Gewoon leuke TikTok maken, man. Nee, ik wil geen borst hebben, ik had een microfoon. Nu ben ik dus niet blij met derde. Hier, dat zeker boven moet zijn. Ik heb ook zoveel meer dan de rest. Ja, maar klopt, maar ik vond deze TikTok leuker dan de shit waar hij een miljoen voor krijgt. Oh. Als jij een scheet laat, krijg je een miljoen op je eigen account. En hier sta je weer 4 of 5. Okay. 5 heeft. Jezus. Zelfs Suzanne Vreek en Fleming doen zo hun best voor dit. Anton, jij lacht nu, jij gaat ook weer terug de stoel. Leuk. Maar jij mag dus 25 euro, team zit jij. Oh. Maar ik ken het wel weer, want dan is het gewoon hetzelfde als die 1015 euro overnachting. En dan zit ik met Koen erbij. Ja, want dat is dus wel het ding. Mattie zit in het 2500 euro team. Koen in het 25, maar Milo en ik hebben nog geen idee. We kunnen met twee man bij Matt komen of met twee man bij Koen. Ik kom sowieso met mijn gangboer gaan we lekker. Pekanootjes bij de andere. Ja, maar we hebben wel met z'n drie uiteindelijk. Hey, maar weet je wat heel belangrijk is? Als je nou denkt, wow, die video wil ik zien, want Koen gaat echt kapot. Abonneer je even. En Milo's zusje is niet echt zwanger. Hey mensen, abonneer en tot de volgende keer. Volg ons op TikTok. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt.